Soundcheck. <laughs> Terwijl hij bezig bent. Juist, ja, het is nu aan mij. <laughs> ja, uh, trouwens, uh, van waar ben je? <laughs> echt verschrikkelijk, man. In deze aflevering is Arnoud van den Bossen te gast, comedian. Arnoud won in 2009 Humo's Comedy Cup. En werd daarna al snel bekend met zijn act, waarin hij als consultant optreedt. Hij stond daarmee echt op talloze podia op bedrijfsevenementen en hij verkocht meerdere avonden de Lotto Arena in Antwerpen uit. En voor de Hollanders, dat is ongeveer net zo groot als de AFAS Live. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Arnoud van den Bossen. Wanneer, wanneer en op wat voor plekken ben jij begonnen met, met spelen? Ik ben begonnen als, als goochelaar en dan... Uh, ...met kaarttrucs te doen. <clears throat> en dan heb ik uh, een jonglerenact gehad. Uh, en ik was vervangprogramma. <laughs> ik heb gejongleerd, zoals straatartiesten, zo'n appel opeten. grappig. Eten. Een appel opeten uh, op scène en dan trucjes doen. En dan... Uh, echt waar. Wauw. En van, <laughs> die, van Wauw, dit nooit geweten. Ja. En ik was eigenlijk uh, zo die... Ja, Nigel Jill Williams kan niet, dus we gaan Arnoud sturen. Dat was, <laughs> <laughs> dat was eigenlijk het ding. Ja, Alexa is bezet, ja, ja, die had al toegezicht, Maar Arnoud kan wel spelen. Hè. Dan kreeg ik smorgens telefoon, kan je deze avond. Uh, en dan had ik zo wat dwaze grapjes met ballen. En, en zo typisch als ja, street art, hè, zo. Ja, oh, wat en, en, en heb je ook echt en, op straat gespeeld? Of, ik of wel heb gewoon... met de Gentse Feesten een paar keer op straat gespeeld, maar dat was niet echt mijn ding. Maar... Nee. <laughs> ik dit... heb dat nog gedaan, ja. Oh, wat grappig. Je zou zo een Leurderskaart gaan halen op stad Gent. Zodat je dat mocht doen met de Gentse Feesten. <laughs> maar alles mislukt en ik, ik kon geen volk trekken en dat, dat lukte gewoon. Ik heb zelfs nog een mimme-act gehad met een kazoo. <laughs> echt? Ja. <laughs> <laughs> Alsof ik in een raceauto zat. wat uh, is geweldig. Met tweeën en dan gaat dat hoofdje naar hem omhoog als je zo optrekt. En, en, en dan remmen. En al die geluidjes kan je doen met een kazoo. Hè. Dat is geweldig. En een, een vlieg die binnen is. Zo. En... Oh, wauw, wat grappig. <laughs> ja, ja, als student heb ik dat allemaal gedaan. Hè. Dus, en, dat. en eigenlijk zag ik daar geen toekomst in. Maar stand begon dan wel... Uh, aan te slaan, hè, in België. Dan, dan hebben we het over de periode 2000, 2005, gok ik, of zo? Uh, ik denk zelfs nog 1997. Want oh. ik ben dan afgestudeerd. Ja. En dan was er de Hoegaarde stand-up tour. En dus ik had als student zo revues gedaan, profanimiteren. imiteren. Ik deed dat heel graag. Uh, maar ik, had geen, ik ging gaan werken als ingenieur en er was niks meer. En, en goochelen zag ik niet echt meer zitten om bij de mensen aan tafel te gaan. Maar toen kwam de Hoegaarden stand op tour en uh, impro was hot. Dus de Bal Infernal En, en, uh, en je ja, had toen al comedians, Raf Koppes was ja. er toen, Piv Huvluff, uh, Nigel Williams. En toen heb ik Raf Koppes live bezig gezien in uh, een Hoegaarde-café, want dat was het concept van de marketing. Uh, dan had van die droge spreuken op biervieltjes. Ja. Uh, met bier, zo heel droge, droge humor. En ze wilden humor linken aan het merk. En hadden ze het idee, ja, we gaan stand-up doen. En dat, ik denk dat Raf zo wat de enigste Belg was. Misschien Piv of. En de rest waren uh, ja, die Nieuw-Zeelander, hoe heet die weer al? Die Bob M McLaren? Bob McLaren hebben we oh, oh, Ja, wow, echt yeah. onwaarschijnlijk. En dat was in Hoegaardencafés, ik vond dat geweldig. En dan was er een acteur... Dat was de presentator, en dan zeiden ze: ja, We zoeken eigenlijk ook nog Vlaamse comedians. Wie wil er opleiden, opleiding volgen? Ja, een workshop. En dat werd dan gegeven door een Nederlandse acteur, maar die kon dat zelf niet. Maar dat was eigenlijk gewoon: die, Dat marketingbureau had dat goed gezien, want nu moesten ze die mannen betalen, die professionele, Maar als ze dan een ozelaar in opleiding steken, en die kan dat ook na één of twee keer, moesten ze die, euh, benzine, gewoon benzine terugbetalen en was het genoeg. Hè? Dus ik heb effectief moeten gaan tanken. Als we voor, uh, voor 400 frank, alleen voor 20 euro of 10 euro, en dat briefje afgeven, dan kreeg ik 10 euro in de plaats van <laughs> daar te spelen. Verschrikkelijk slecht. Uh, ja, ik, ik ben denk ik de tweede, bij de tweede golf van comedians. Uh, de, er was al een eerste golf voor mij. Uh, en, en ja, de, de, gaat zo de, de, de echte helden toe waren de, de mensen die konden improviseren, mm -hmm. die werden door TV opgepikt. En. en in, het, in de pauze of in het voorprogramma voor de impro, jongens en meisjes, mocht dan een comedian tien minuten iets doen. Yeah, of zo. Yeah, yeah. Uh, ja. En, was... en, en wat, want je zegt hoe gaar de cafés, maar wat, wat, voor, wat voor cafés of wat voor plekken speelden jullie? Wat, wat uh, ja, Hoegaar is dan de eigenaar van dat café, mm. allee, dat is het commerciële erachter, maar dat zijn ja uh, bruine cafés, hè. Daar, daar zat 50 tot 100 man of zo. Hè. Maar dat was. Ook heel slecht gedaan. Hè? Dus dat marketingteam die aten eerst. En ja, dat was aangekondigd om 9 uur, om 11 uur was nog niet bezig. <laughs> dan ja, kwamen die comedians op. Bob McLaren is heel goed. Ravis was heel goed. Ik vond dat geweldig. Um, en ik wil dat dan ook doen, uh, als eigenlijk vervanging van wat, wat ik vroeger niet deed. En ik zeg, ja ik wil dat kunnen, <laughs> dat lijkt me leuk. En, uh, maar en hoe, hoe was dat om te spelen? Want je speelde. Met, met Ralf, met Bob, die speelde dan waarschijnlijk al wel langer. Je ja. hebt het net, net begonnen. Vijf minuten of zo. Dat dan zijn de knie... niet, niet per se makkelijke plekken. Nee. Zijn, er, zijn er nog plekken dat je, dat je terugreed en dacht... Oké, okay, ze hebben benzine betaald, maar... Uh, ja, ik heb dat ook... is eigenlijk ook onterecht. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat trok op niks. Hè. Dus dat, dat waren verschrikkelijke grappen. <laughs> dat was echt heel slecht wat ik deed. Um, zo die, die grappen waar je moeder mee lacht. Zo. Ja, ja, ja. <laughs> en dan... En uh, ja, dat was om een of andere reden, vroegen ze mij terug, zeg het was toch slecht wat ik deed. Maar ja, kom maar terug. Maar ik denk dat het gewoon financieel was. <laughs> ik was de goedkoopste van de bende, dus konden zij meer in hun eigen zak steken. Zeg. Of de eerste vijf waren gratis of zo, dat ik moest doen, ik, ik weet het niet meer. Maar uh, ik denk dat ik wel meer in de fernal gaan spelen ben. Of daarbij Dingske, bij Lilian, de Buster of de Joker, dat ik daar iets meer geweest ben in het begin. Uh, maar ik ben, ik ben dan vrij snel teruggevallen op mijn act. Dat ik vroeger gedaan had als student met die jongleerballen. leerballen. Mm -hmm. En daar twintig minuten en een half uur van gedaan. En dan kon ik echt wel in heel veel line-ups gaan vervangen. Dat was eigenlijk. Uh, ik ben heel snel, dacht ik, die dat is niks voor mij. En dan heb ik dat dan op, op een paar jaar kunnen doen. En zo kon ik mijn job overleven. Ja, als je dan tegen zit op het werk, heb je dan een keer iets leuks gedaan en ik moest eigenlijk gewoon drie ballen in mijn, mijn uh, koffer steken en een appel en ik was vertrokken. Ja, 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 ja. Ja, en zo. En dan, als je het helemaal wil weten, ben ik beginnen stand-up doen, uh, omdat ik dat wat beu was. En dat had ik op de duur wel twintig minuutjes dat dat vrij solide was. Maar ik wist nooit mijn tekst. Dus ik had, ik had één of twee optredens per maand of zo. En ik had dan een drukke job en ik moest naar dat optreden in Limburg rijden. En dan twee uur in de villa gestaan. Stijf van de stress kwam ik toe. En dan <laughs> ik zei ik: ja, wat ga ik dat hier doen? Ik, ik had dan het lumineuze idee van een bord mee te nemen. <laughs> waar ik dan curves opschreef of de kernwoorden. In plaats van op een. Uh, zo een flip over. Ja, ja, ja. Ik zet het dan op podium en dan zag ik een, een curve en dacht: ik heb die getekend? Maar wat was dat weer? En dan op podium wist ik weer waarover dat ging. Dat was eigenlijk mijn, om mijn geheugen te helpen om mijn, mijn grappen te vertellen. Oh, wat goed. Ja, en dan had ik gewoon mijn kostuum aan van op het werk. <laughs> en dat, zo is heel die is dus sets gewoon die, uit nood uit nood ontstaan, he? ja. Oh, wat goed. En dan op een of andere reden is dat beginnen aanslaan en. en um, ja, is er dan een doorbraak gekomen uh, een paar jaar later? Maar ik was toch al vijf of, of tien jaar bezig met te sukkelen. En, met te na, en dan heb ik ja toch ook zeker vijf jaar nodig gehad om die stijl te ontwikkelen dan van die consultant. En, ja, ja, ja. Uh, zo, zo is dat gebeurd. Ja, dat is uh, uit, puur uit noodzaak gekomen. Dus ik wist gewoon mijn tekst. En, en, uh, want er komt een moment dat je denkt: oké, okay, ik, ik moet iets gaan doen om te zorgen dat ik mijn tekst. Wel onthouden. Heb je heb je shows gehad die je nog weet waar, waar je gewoon echt het niet meer wist, waar je gewoon enorme blackouts had? Uh, ja, dat, dat weet ik nog. En dan, dan stond ik daar te trillen met de benen en ik, ik wist het, op mijn benen. Ik wist het gewoon niet meer. En uh, dan stopte ik gewoon en <laughs> dan van oeps, sorry jongens, maar, uh, ik weet het niet meer. <laughs> en en die, heb, je, heb je dan ook wel als je die als je die jong leerballen in je zak hebt zitten? Was dat ook een vangnet, zeg maar? Ja, no ik had die altijd bij. Maar... Ik had die altijd die jongleerballen euh, bij. Ja, dat is juist. Maar dat lijkt me inderdaad, als je het niet weet, dat je ja, dan kan zeggen: nou, dat was zo. Ik heb hier nog eens bij mijn een <laughs> een binnenzak zitten, jongens. Drie jongleerballen. Dat was zo. Dus... Ik had daar nog een spel kaarten mee ook zo want Dat was altijd mijn backup scenario. En dat, dat, zo deed ik het inderdaad. Ja, dus um... ah, dat was vreselijk. En, en dus de moppen werkte niet? En, en dan, dan, dan deed ik dat dan maar. En da, dat werkte dan wel meestal. Of zo, oh, als het een slechte zaal was, ja, dan werkt niks gewoon. Hè. Maar uh, dan had ik toch tenminste mijn twintig minuten gevuld. Zo. Ja, al kan ik me ook wel voorstellen. Je hebt ook wel zalen. En, toevallig speelde ik gisteren ergens en dat was op zich een hele leuke avond. Maar wel zo'n publiek waarbij je gewoon merkt. Oh, jullie willen hele makkelijke grappen. Gewoon ja. echt haast kroegmoppen, zeg maar, of toogmoppen. Gewoon heel simpel. Dan alles wat iets meer nadenken is. Er was één jongen mee, geweldige comedian. Maar absurdistisch. Dat, dat was gewoon te ver voor ze. Ja. Dat, dat lijkt me wel. Als, als dan moppen niet werken. En je kan dan. Kijk, ik heb een trucje met ballen over Ja, kaarten. inderdaad. Voilà, ik kies eens een kaart. Is dit jouw kaart? Da -da. Van, ja. Oh ja, wat leuk. Ja, dat is. Ja, het komt overal terecht. Hè. En ik heb dat nog gehad zo met uh, een of andere vrouwenbeweging. was de Boerinnenbond of zo. En dan kwamen ze. Ja, we hebben een komietje. De, de, de stoel draaien naar de komietje. van die vrouwen die heel goed kunnen koken. Heel goed. Dat zeg ik van die... Ah, oh, lief En, en het uh, uh, is een, een brave jongen. Het is een brave jongen. Het gaat leuk worden. Het gaat leuk worden. Tga... En ik begin dan aan mijn nek. En je ziet al die vrouwen ze kijken van... <laughs> Gisteren hadden ze nog een Schlaar zanger gehad. <laughs> en dan zei Oké, okay, ik zal maar mijn boekkaarten bovenhalen. <laughs> hier wel leuke dingen doen. En de er, hier de appel op opeten. Terwijl ik zo geleerd, kijk eens aan. <laughs> zo, ja. Sorry, ik ben nog steeds aan het, aan het verwerken. Mijn hoofd kan nog niet zo snel om de informatie heen. Dat jij met, met je huidige act gewoon Lotto Arena meerdere avonden hebt gedaan. Dat er nu gewoon een Franse comedian. Jouw ding in het Frans doet, die er ook uitziet als een soort carnavalsversie. Ja, van, ja, ja van inderdaad. Ja. het <laughs> En dat vroeger je backup was. Ik ga jongleren. Dat is ja. ik grappig. Ja, het is enorm. Um, ja, het is zo gegroeid. En, en, en dat, dat idee van dat Frans is ook gekomen uit de vraag: gewoon van, kunnen we dat in het Frans doen? Mijn Frans is wel oké, okay, maar niet goed genoeg om echte Franstaligen te werken. Die ja, vindt wel schattig. Want, want uh, om het even te kaderen voor iemand die denkt... hé wacht even, nu gaan we, dan gaan we een paar stappen heel snel verder. Want uh, jij hebt de show of shows gemaakt... ...of jouw, jouw type zeg maar doet heel veel corporate dingen ook ja. volgens mij. Het gaat ook heel erg over die wereld. Dan werkt als een malle volgens mij zo'n beetje overal gespeeld... ...waar je maar kan spelen... En ik zie laatst opeens dus de aankondiging voorbij komen. dat er nu. Arnaud Dubois is het. Ja, Arnaud hij? Dubois, ja. Dus ja, en die heeft gewoon een, een identiek een... kostuum aan. als jij. ziet eruit met, ik denk een pruik. Uh, nee, dat is een echte en is echt <laughs> Ik had hem zeggen dat, dat je denkt dat het een pruik is. Sorry. Ja. sorry. <laughs> ja, maar ik kan er tegen. Dus. Maar die doet gewoon die show. Ja. nu in het Frans. Ja. De, de, waanzin. Ja, <laughs> en, en, en we doen hem zelfs tweetalig. Dus uh, omdat we hebben. Ja, België is. Uh, je hebt tweetaligheid in Brussel mm. of zo, en, en vaak is de discussie hadden ja, er zijn 30% Franstaligen De mensen van Brussel meestal kunnen wel Nederlands verstaan, maar mensen van Luik of Mons of, of echt diepe Ardennen ja. kunnen gewoon geen Nederlands. Dus als ze dan entertainment brengen, is het altijd discussie. Of ja, waarom was dat in Vlaanderen anders dan in, 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 in Wallonië? En zeker in Brussel is dat altijd politiek gevoelig. En nu staan we samen op het podium... En uh, ik zeg goeiedag en hij zegt bonjour. Uh, hoe zit het met jullie? Comment ça va avec vous? En dus we hebben gewoon zoiets. En dat is het. <tok> en daar is, ik weet niet welke vraag naar. <tok> en dat is, ah, ik. ik ga daar ook iets van vertellen. Dat maar is, dat is, wat, wauw, wat een rare Het is dat, dat je gewoon met je eigen dubbelgang, wauw, wow. ja, oké, okay, vertel. Ja, wacht, maar <tok> en de, en de, <tok> de grap daar is, de jongen heeft gewoon, dus wij waren al een tijd met dat idee. Dus ik kreeg vragen en ik, ik kon dat niet doen, mijn agenda stond vol en... Ik, mijn Frans was ook zo. En, en plots krijgen we vragen binnen van. Ik wil dat doen. En eh, ik ontmoet die kerel, en die ziet er sympathiek uit. En die heeft al van alles gedaan in zijn leven. Zo Club Mets Monitor, zo, eh, Jean Geo noemt dat. Jean, die organisateur. En dan ben je zo animator, slim ja. podium. Die heeft zo voor 10.000 man nog zijn vrouw ten huwelijk gevraagd. En, en die zit in de sales, in de sport, in de corporate. In, dus ja, die is geknipt. Comedian, wat, weten we nog niet. Maar we gaan zien, dat is echt wel een durver. En die doet wel iets. En die kan improviseren. En dan, uh, de, de grap is van, uh, ja, hoe gaan we die dan opleiden? Ik zeg, ja, misschien de beste manier om op te leiden is gewoon dat je mij nadoet. <laughs> en de, kom mee op het podium, die zegt, oké, okay, dat is geen probleem. En die is perfect tweetalig. Dus uh, ik zeg, bonjour, ik zeg, goeiedag, hij zegt, bonjour. En uh, we gaan het hebben over lende, on va parler du, du, du misère au boulot. Up, en hij ver, vertaalt simultaan... <laughs> Gewoon, en ik zeg, ja, dat is uw training, dus we gaan dat een paar keer doen. We wow. enorm geluk. Na corona was er enorm veel bedrijfsevent. De budgetten waren oneindig, want ze hadden twee jaar kunnen sparen. En wat het, alles was goed, die periode. Echt, alle, je moest niks van credits hebben, alles was gewoon goed. Ik zeg, ja, ga gewoon mee op het podium. Het is toch maar 50 man of 100 man. Wat kan het ons schelen? En die heeft gewoon tijdens, tijdens de voorstelling zijn training gekregen. Van mij. Dus, en dan kregen we de reactie van... Jullie zijn wel echt heel goed op elkaar ingespeeld. Dat vraagt zeker heel veel oefening. Ja ja, we hebben echt wel uh, maanden bezig. <laughs> en die heeft gewoon die act geleerd van mij door mij ja, hij heeft natuurlijk ook de tekst volledig uitgeschreven. Ja. Hij heeft wel geoefend, maar heel de ins en outs en de dingen... Maar en, en, ik bedoel het natuurlijk <tossimus> fantastisch dat hij het zo goed oppikt en dat het go zo goed gaat. Maar is het ook wel eens niet goed gegaan? Dat hij iets vertaalt, maar gewoon misschien net een verkeerde woordkeus. Want dat kan uh, toch... Ja. Want dat, dat lijkt me zo raar. Als er dus jouw dubbelganger dezelfde show staat te spelen in een andere taal. En een grap waarvan jij weet, ja. deze werkt gewoon altijd. Doet het opeens beduidend minder of zelfs ja, niet? Ja, wel, er is... Uh... Er zijn zo vertalingen zoals. Uh, ik doe die show ook in het Engels. Hè? Zo, er is de manager met de BMW die er altijd is. Na een lang verhaal is dat kort samengevat. De, de, een irritante mens. En in het Nederlands klopt dat. Als je zegt irritante man, is dat iets zachter dan irritante mens. Allee, in het Vlaams ja. is dat. Als je dat zegt, is dat echt een verwijt. En Nederlanders zullen, denk ik, ook de, de, de gevoelswaarde van irritante mens nog wel oppikken. Ja, die pikken dat op. Als je zegt irritante man, is dat al iets meer literair. Ja. Al is, is dat iets braver. Ja. Uh, maar in, in het Engels moet je ervan maken: irritating prick. Ja. En prick is lul. En Dat is al ietsje erover. Dus dat is, en in, in Frans is het een emmerdeur. En Merde is het, het woord voor allez, stront, voor kak. Dus in een bedrijfscontext is dat al iets lastiger. Dus, ja. Maar het blijkt wel dat Amerdeur het beste woord is, ondanks het feit dat het in een bedrijfscontext, waar dat typisch hij nog gespeeld heeft, uh, mag het wel op een of andere manier. Omdat je lacht met de baas. Ja, en als je, ja, met ja. Het, snap je het is? En wat grappig, want puur weer op klank. en Sorry, dit wordt heel erg comedy neurderij Maar Comedy Prick. Of een uh, uh, irritating prick, prick, zou ik denken. Lekker, want die eindigt op een K. En prick, dat is gewoon ja. een lekker woord. En een onmerdeur vind ik veel te, te zacht. En nee, te, en te... een onmerdeur is, is echt wel... Zet uh, een onmerdeur. Dat is, ja, dat is echt een, een, iemand die iedereen op de zenuw werkt. Dat is ik ja. ben echt een heel vervelend type, die niet te verbeteren is ook. Um, ja, dat, dat, dat zijn die subtiliteiten die we moeten vinden... En in het, in het Engels is het dan gevoelig omdat heel die Angelsaksische dingen. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar het is heel woke aan het worden. Oh, alles wordt gevoelig. En, en, uh, maar de mensen lachen, maar ze durven niet meer te lachen. Ja, <laughs> dus, ja, ja. En vooral het management lacht niet meer. En, en, maar de, mensen, de gewone mensen lachen ermee natuurlijk. Ah. Of zo bij bedrijfsoptreden. Uh, het is niet direct bij mij gebeurd, maar <laughs> dat ze kwamen. Kan je ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt tijdens je optreden? Zich, want iedereen moet zich veilig voelen. Uh, waarom? Ja, we gaan straks 5000 mensen ontslaan. <laughs> dat is toch... Dus ik moet ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt, maar jullie gaan wel 5000 dit, mensen ons... Dit is... En, en, we gaan dit is echt, hè? Dit is ja, ja. echt, hè? Oh, ik, ik geloof je zonder meer. Want, en, en we gaan het vast over meer bedrijfsdingen hebben die jij hebt gedaan. Ja. Um, Vooraf uh, zaten wij te praten toen ik aan het opbouwen was. Zei ik, ja, maar zijn niet alle verhalen al verteld? Zei ik, dat maakt niet uit, want iedereen beleeft ze anders. En ik verbaas me zo. Gisteren nam ik met iemand op die vertelde ook een verhaal over een bedrijfsoptreden. Waar ook de mensen vlak daarna te horen zouden krijgen dat er mensen uitgingen. Ik heb zelf dat soort shows gedaan. Ik heb ze vaker gehoord. Wat is het toch in de hoofden van managers dat je denkt, we gaan een heel veel mensen ontslaan? Weet je wat we zelfs afscheid meegeven? Een, een comedy show. Ja, ik heb het ook voor gehad in het bedrijf waar ik uh, gewerkt heb. En daar was net een nieuwe topmanager. En die had aangekondigd: uh, letterlijk op die manier, kijk eens naar links, kijk eens naar rechts, tegen, tegen alle directieleden. Een van, eh, van de mensen, links of rechts, gaat gewoon er niet meer zijn morgen. Oh, <laughs> en Op hetzelfde moment hadden ze in het atrium, dus waar dat, de, de rechter is, waar dat hier hadden ze yogalessen. Stonden daar zo van die Tai Chi-yoga te doen om kalm te blijven. <laughs> Maar de, de, de hele absurde is werkelijk van als comedian, wat, comedy is risico. Want je gaat altijd redeneringen aangaan of gedachten hangen, of net buiten de rand. Op, op de rand van het gebied, dat mensen denken, van, ah, daar is wat ik nog niet bekeken. Of ja. dit, dus dat, dat, uh, comedy is in wezen altijd risicovol. Nou ja, en, en ook, al maar, ook over zo'n zo grap, de manager met een BMW, de irritante mens. Ja. Ja, dan dan, is ieder, dan voelt de irritante mens zich al niet meer veilig. Ja, en het, het is niet... dus ik heb eenzelfde stukje over vrouwen, vrouwelijke yeah. bazen, en dan moet ik eerst inkleden. En het komt erop neer dat ze allemaal gefrustreerd zijn. Dat is de, de, de joke. Um, en het ding is, het bij, en, en dat, ik, ik heb er mijn hoofd al over gebroken, als ik zeg van de baas rijdt mij een BMW en hij is er altijd, dus hij, is, hij maakt iedereen ziek. Dat is een dikke lul. En iedereen vindt oh, applaus, ja geweldig. En ik zeg dat van een vrouw, die is er altijd. Dan ze zeg je, ja, maar ja, ze is wel nog altijd zwak. Daar mag je niet meer lachen. Dus je hebt het principe van je mag ja. lachen met mensen die boven jou staan. Maar een vrouw, die manager, is staat nog altijd niet boven jou. Die blijft ergens slachtoffer. Ja. Dat is heel bijzonder. Dus die, kan, die heeft ook de macht om 5000 man te ontslaan, die vrouw. Maar toch blijft dat. Ja, dat is toch, blijft gevoelig ergens. En, maar ik overdrijf nu een beetje. In, ik merk in Vlaanderen en zo dat dat. Dat alle vrouwelijke topmanagers waar ik al voor gestaan heb, die hebben absoluut geen probleem. En ook in Azië of zo. Dus ik heb nog voor een Japans bedrijf iets gedaan. En die zeiden zelf, we're the company of bad English. En pff, go ahead. <laughs> en die, die vonden alles keigoed. En het is enkel die Angelsaksische wereld, Amerika, Engeland, ja. die daar echt stijf aan de stress staan van, er gaat iets gebeuren, dat gezegd wordt dat het niet veilig is. Maar hier we hebben we juist 5000 man geschrapt in die Excel-file. Dat is wel oké. Okay. Ja. So, nou ja, het is misschien ook de onvoorspelbaarheid met wat ga je precies zeggen en wat gaan ze denken. Ja, nee, het is. Uh, ik denk dat, het, dat. Wij hebben dat niet in ons genen, de Vlaming. Wat dat ik vaak merk is: van, als dan uh, een Vlaamse afdeling of een Belgische afdeling is van een grote uh, groep, zeggen ze van. Doe maar wat je wilt, wij coveren nu wel. zo van. Als, er iets, als ze klachten krijgen, uh, we regelen dat wel. Dus we uh, uh, gaan, hè, jongen, we uh, gaan. Hè. Dus dat is heel Vlaams zo van... We weten dat fout gaat zijn, maar we regelen dat onder ons. <laughs> en heb, je, heb je ook wel eens bij, bij corporate shows of andere shows... de, de irritante mensen in de zaal gehad? Dat die daar ook echt vervelend werd? Want dat zijn natuurlijk ook de mannetjes die zich... Ja, die, dat, die het oh. slecht kunnen hebben, want jij zit op wat, het podium dat, en je hebt het aandacht, de aandacht en het licht. De, de meest irritante is als het stil is, die zo daar zit. Tss. Na elke grap zo. Tss. En iedereen hoort dat. Maar eigenlijk, het meest irritante eigenlijk bij corporate uh, optreden is dat vaak dat het dat een cadeau is van de baas. Het, het loopt altijd slecht af als ze zeggen van we hebben hier een consultant en die gaat het hebben over positief feedback geven over de werkvloer. Nou, het is eigenlijk Arnold van den Bossen. En niemand weet dat, dus ze hebben mensen uitgenodigd. Ze denken dat het een consultant gaat zijn over positief feedback geven, waar dan niemand zin in heeft. Nee. En dan denken ze van ah, dat gaat leuk worden, wij, het gaat eigenlijk een comedian zijn, maar we zeggen het niet tegen het publiek. Dus in de aankondiging zelf zeggen ze nog van... En dan kom ik op van. En ik zeg dat altijd, maar doe dat niet, want de helft van het publiek heeft dat gewoon niet door. Nee. En die zitten hier al tegen hun zin. Dat klopt gewoon. Ja, wat is toch een leuke grap? Nee, het is geen leuke grap. Want oh, maar dit gaat, is. Dat gaat niet werken. Ook iets waar ik me altijd over blijf verbazen en me blijf opwinden. Dus het idee dat, dat een, een comedian als verrassing, dat dat werkt. Nee. En het maakt niet uit wat de komt. Ik snap. Ik snap de gedachtegang dat ze bij jou zeggen: we doen alsof er gewoon niemand is. Ja. Maar je hebt fake speakers die dat doen. Ja. Maar die afficheren zich met een reden als fake speaker. Omdat dat deel is van de act. Exact. Ja. En dat is bij jou niet. Je ik denk dat het een Duitse is... professor is en uiteindelijk blijkt het de vriend te zijn van de alleen van de Allee, zo. Die, dat zijn hele <laughs> leuke dingen ja, bij fake speakers, absoluut. Ja, dat is zo. Uh, als het management probeert grappig te zijn, dan loopt het verkeerd vaak. Dat is, of als ze door mijn tekst willen gaan, van, weet je wel zeker dat het grappig is, en dan weet je van, dat, dat doe ik niet meer. Vroeger deed ik dat nog zo vooraf een voorgesprek, maar dat doe ik allemaal niet meer. Hey, hier, tof dat je lekker kijkt. Als je dit een leuke podcast vindt, kan je dat heel makkelijk laten weten. Geef even een duim omhoog of laat een berichtje achter in de comments. Abonneer gratis op dit kanaal en klik ook op die bel. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Of ga naar elektropodcast.nl en doe een donatie, zodat ik Elektra kan blijven maken. Uiteraard mag je deze manieren combineren, zodat het voor jou het beste uitkomt. Oké, okay, snel terug naar Arnoud. Maar eigenlijk het meest vervelende met die, met die verrassingsoptredens is, is dat iedereen daar tegen zijn zin zit. Ja, <laughs> en dat er gewoon geen reactie is. En je weet, verdorie, ik heb hier vorige week gestaan in een cultureel centrum, 400 man of wat, die zaal, plat van het lachen. Of ik stond gisteren in een café, 50 of, of 80 man. Supergezellige show geweest, hè? dus uh, nog iets gedronken samen, leuke interactie. En dan sta je en er gebeurt niks. Maar echt geen reactie. En je weet van, dat is hier een politiek bedrijf. Hier durft niemand te tonen wie hij echt is. Ja. En wat doe je dan? Je doet dit 60 minuten. Ik, ik kijk dan van, oh, de, de factuur? Oh ja, oké. Okay. Ik <laughs> <laughs> kunnen daar gewoon even tegen en ik ga naar huis. Ik doe nog een beleefd bedankje. En dat is... Ja, het gebeurt minder en minder, maar... Vooral de grootste fout bij, bij corporate is de, de, de verrassing. De verrassing. En eigenlijk... Als je weet van ze gaan eten, en dan gaan ze ook nog de directeur iets laten zeggen, en dan nog, nog de financier, en dan de, de gepensioneerde nog een award geven. En dan gaan we. Die. En dan. Maar normaal gezien gaat het een kwartiertje duren, hè? Oh. En dan ofwel duurt dat een uur, ofwel duurt dat één minuut. Dus en ik, ik heb geleerd met dat soort toestanden dat ik altijd minstens een half uur op voorhand moet klaarstaan. Want dat is het... zo typisch van... Ja, ik ga uh, zeker een half uur speechen en dan die ook nog. En dan blijkt dat ze elk vijf minuten gedaan hebben. En dan komen ze op mijn deur kloppen. Ja, Arnold is dat nu uh, de publiek zit te wachten? Ik zeg, ja, wat moet ik nu doen? Ik heb mijn kostuum niet aan. Allee, de micro is niet klaar. Allee, ja, maar doe, kom gewoon op. Doe iets. Echt. Maar als bedrijven hun... Hun, uh, uh, hun, hun cijfers voor het volgende jaar net zo slecht zouden voorspellen als de duur van hun speeches, ja. dan was er geen enkel bedrijf meer overheen. Nee, inderdaad. Wat is dat uit vijf, nou, is vijf minuutjes. Uren! Uren! Geleuter. <laughs> en dan, en dan. Zie je, ik heb ooit een minister voor mij gehad, een minister van Onderwijs. En die kwam toe met zo'n heel zware bak. Zo, en die was te laat, moest hij eerst een half uur wachten. Ik vroeg jou: Moet ik niks doen? Nee, 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 nee. Moet ik niet voelen? Nee, nee, nee. Dan kwam die toe, zo, <laughs> die, die strompelde naar voren. En dan ging het over het beleid van het onderwijssysteem van Vlaanderen. had hij zo'n bundel papier mee. Die zat neer en die las elk papier af. Gewoon zo. Tak. Tak. En dat bleef duren. Oh, en dat bleef duren. lief. En dan, die, die zaal werd gewoon of gaan roken of naar het toilet of uh, eten of drinken. Die heeft daar meer dan een uur en een half gespeecht. En dat ging nergens over. Oh, mensen, nadien moet je dan komen. Het yeah. is comedy, het is comedy. En dus hoe hey. is het met jou? vond je het leuk? Lomme? Ja, want, want, want hoeveel, hoeveel ruimte is er, is er binnen jouw show om, om zo crowdwork te doen, zeg maar? Want het is natuurlijk wel een beetje de uitstraling ja. alsof je wel een consultant bent met. met ja, een ik, doe, ik een begin thing. altijd met crowdwork. Maar als, als, het, als het onder nul zit. Is het heel moeilijk om een crowdwork daar bovenop te krijgen? Als, als de mensen gewoon moe zijn, of ze hebben er geen zin in. Of ik sta voor een gemeente die vindt dat personeel goed gewerkt heeft met COVID. En dan krijgen ze eerst een speech van de burgemeester, de waarnemend burgemeester, de schepen van de cultuur, de schepen van dit. En dan. En, dan, en je ziet die mensen tik het is hier toch een gratis vat? Er was hier een gratis vat aan mij en dan, Maar voordat we aan het bier, bier beginnen, hier staat het bier trouwens, dames en heren. Eerst comedian Arant van den Bossen en die gaat een uur en een half vullen. Oh, Kom aan, alstublieft. Septoren ja. had ooit de, de schitterende uitspraak... ik wil niet het schild zijn tussen de mensen... en een gratis vat bier. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> dat is het tegen, ja. Absoluut. Absoluut. Ja, dat zijn dingen die... Ach ja, dat gebeurt. Maar vaak is het, alle, hoe langer dat we het doen, alle, samen met management, hoe meer dat zij ook een neus krijgen voor van dit is shit, dit gaat niet goed komen. En, en dan weigeren ze gewoon of. Alle, dus dat, dat zijn vooral dingen van de beginjaren. Soms gebeurt het nog. Um, en dat het gelukt is bij de organisator om het toch te verknoeien. Want wat de organisator niet beseft, is dat die denkt van ja, het is even eventjes comedy. Dat lukt wel. En een comedian kan alles. Hè? Dus. dus uh, uh, of er nu een bom ontploft. We hebben een Met een comedian komt het wel goed, maar dat, dat is niet zo. Ze denken dat je in elke omstandigheid kan spelen. En ja, dat, dat is ook onze uh, eigen schuld, omdat we het natuurlijk eruit laten zien alsof het heel makkelijk ja. is. En dat is dan het management of het boekingskantoor die, die echt een heel strikt kader moet zeggen, die echt een, een optie, zo een, een selectielijst moet maken. Hoeveel mensen gaan er zijn? Hoe ze, hoe zitten, zitten ze wel neer? Wordt er gegeten? Wordt er bediend? Is er een soundcheck terwijl de komaar <laughs> bezig is? Dat heb ik nog gehad in het begin, dat je zo aan het uh, comedien zijn en naast jou is er de belangrijke band die zo... <laughs> <laughs> Bassdrum. <laughs> 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 soundcheck. Soundcheck. <laughs> Terwijl je bezig bent. Juist, ja, het is nu aan mij. Ja, uh, trouwens, uh, van waar ben je? Echt verschrikkelijk man. Of dat je tussen de instrumenten moet staan van de band. Dus dan. Die komen dan met twaalf man toe. Allemaal in, die, die doen niet alleen dwarsfluit, maar ook zo alle soorten fluiten. En dan vijftien gitaren moet je daar staan met mijn bord. Dus die, die artiesten zo. Durf je bord niet te laten vallen, hè, man. En het typisch is ook zo dat die mannen dan één volledige dag aan soundchecken zijn. En als comedian is dat check, check. Oké, okay? maar zelfs dat lukt niet. Dat die, die heel, heel die bende, is be heel die techniekers zijn bezig met alles. En nog wat aan het bellen naar elkaar. En van, ik heb gewoon één, één micro. Één micro wie, wie doet hier het geluid eigenlijk? Dat is zo typisch. Bij die, ja, heel veel van die bedrijfseventen zijn ook vaak op het laatste moment geregeld door de secretaresse, die dat gewoon op haar bord krijgt. Ja. En, en ze moeten het maar geregeld krijgen. En, oh mensen lief. En dan, dan weet je, het enige dat helpt, is dat je echt zo simpel mogelijk is, technisch, en dat je zo flexibel mogelijk bent. En uh, dat is ook de reden dat ik zo dat, dat. Ik heb zelf mijn bord mee, mijn micro, ik heb alles mee. Ik kan dat gewoon zelf op podium zetten. Ja. En eraf weer weg. Dus, uh, wat ik ook soms gehad heb, dat bord heeft mij soms nog geplaagd dat dat op podium staat. Ja, de flipover. De, 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 de flipover, flip ja. Ja. Ja, ja. En uh, ik wil gewoon naar huis. Maar dan hebben ze mij niet gezegd, ja, maar de burgemeester of de, de investeerder. of er komt nog een Indische guru spreken. En dan hebben ze mij niet gezegd, en dat bord staat daar, ik wil gewoon naar huis. En die, dat duurt dan nog twee uur. Ah, en, en dan en blijven ze maar speechen en doen. Dus uh, ik heb in mijn nek gewoon dat ik dat bord meepak. Want <laughs> oh, goed, ja, ja, ja. Hup, en weg. En, uh, ja, dat was. Anders moest ik daar blijven, of dat ik gewoon niet meer binnen kon in mijn in mijn kleedkamer of zo, ja dat is met zo'n bedrijfsevent, zo heel die zaal ziet er heel chic uit, maar vaak backstage is dat één grote wanorde dat ik zo in de keuken moet omkleden tussen twee fritketels en daar zijn allemaal van die flexi de mensen die zo voor die dag ingehuurd zijn enkel om glazen af te ruimen. En die mensen weten niks. <laughs> Snap je? Dat is hun fout niet. Maar dat is één grote chaos. Ja, ja, ja. Ik sta daar ergens tussen. En dan blijkt dat er nog zo een ballerina groep komt. En zo nog entertainment. En die leggen hun kleren op die van mij of verplaatsen ze. Ik ben dan kwijt. Of ik kom zo'n kleedkamer binnen en staan er zo vijf meisjes in tomkleden, Vijf danseressen of violisten of ik weet niet wat. Oh, mensen lief. Ja. Nee, daar denken ze dan niet aan. Hè? Dat, uh, dat artiest backstage moet ook iets allee, nee, wachten. Of, of ze denken er wel aan en denken: ja, maar je, je moet even, dat kan toch ook wel. Da, de gehandicapte hand, de de toilet. Wat, wat is het belangrijkste? Dat niemand het ziet. Oké, okay, dan ja. doen we het in de keuken. Dan kan het daar wel. Nee, tussen twee frietketels gewoon. ah uh, oh, mensen lief. Of zo optredens, dat, dat, je, dat ik bezig ben. En ze hadden de deur van de keuken achter mij gezet. Allee, die, die stond daar al, maar ik zat ze mij voor de keuken. <laughs> en, en dan moest er bediend worden. Dus elke twee seconden ging die klapdeur open en kwam er oh. een bediening. Iemand iemand met mijn schotel. En zo met glazen. En iedereen zei: ah, Voor wie zou die duivel zijn? Die, die ja. Maar van achter mij altijd. Dus ik zie die nooit komen. Dat is zo. Of, <laughs> dat was dan op een trouwfeest. Ik doe mijn ding. Verrassingsoptreden, ja, dat begint al goed. Dus die mensen zitten daar tegen hun zin. Oh, en je speelde op een huwelijk? Ja, op een huwelijksfeest. Ja. Ik had zo uh, dingen rond de relaties vroeger. En dan, in één keer staat daar zo'n cameraman met zo'n een, een, een monster van een camera, zo echt zoiets van een meter groot, voor mij, mij te filmen. Ja, want die is ingehuurd voor goed beeldmateriaal. Dus die staat voor mij, achter mij, naast mij. En dan, dan plots aan mijn kruis staat die te filmen van onder naar boven. Je zegt, maar dat was toch niet afgesproken? Het enige, ik zeg altijd: van, neem je foto's of zo, of, of kom je filmen. Je hebt de beste beelden in het begin, dan is het interactief. En heel de setting heb je gezien: de camera, de, 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 de flip-over, mijn kostuum. En mensen die lachen en hun handen mogen steken. Voor uh, sfeerbeelden is altijd ja. het best. Maar begin alsjeblieft niet met. Midden in de nacht op het podium te kruiken. En, zo, en dan als we, op die camera stond dan nog een lamp. Zo. Ik heb in mijn ogen. <laughs> gewoon voor het publiek. Zeg, ik ben hier wel bezig. En die zegt niks. En die blijft gewoon. Oh, mensen. Trok <laughs> ik, op niks. Ik, ik ben ook altijd gefascineerd door de. Door de uh, uh, Overtuiging bij fotografen en, en, en videografen dat ze onzichtbaar zijn, omdat ja, ze een camera inderdaad. hebben, ze omdat ze zwarte kleren <laughs> aan hebben. Maar ben dan het is, zwart, ksh, ik heb een camera's. Flash. flash, ksh, flash. Ksh, ksh, ksh. <laughs> maar de goeie. Meestal kan ik wel vooraf brieven en die luisteren. Ik zeg, ja, doe het zonder flash. Maar in het begin 5 à 10 minuten. En, ja. en dan. Uh, zo kan ik het maar, regelen. Maar zijn dit ook dingen, bijvoorbeeld, weet je, dat, dat er zo'n uh, klapdeuren achter je zitten waar de bediening doorkomt. Zijn dit dingen waar jij. ...makkelijker mee om kan gaan... ...of mee om weet te gaan als het gebeurt... ...doordat je dus in het begin... ...de, de bruine cafés... Ja, en absoluut. De, ...want daar heb je... ...ik heb het ook wel gehad... Uh, uh, de, 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 ...de barcode in Leuven... ...wat natuurlijk ook een te ja. gekke plek altijd was... ...daar stond het... ...podiumpje... ...wat ook volgens mij niet meer was dan een plaat hout... ...van een bij een... Ja. ...maar ook zo'n beetje naast de deur. Ja, absoluut. En, en dat soort plekken heb je uh, gewoon in het of, begin. Of helemaal in het begin... Was het zo, ja, we hebben comedy gedaan. Uh, gisteren was het darts, uh, vandaag comedy, uh, Ja, het is nu juist uit met mijn lief. Ik heb geen reclame gemaakt, maar je hebt hier Julien, André, Louis. Uh, die zit hier elke dag. Dus uh, doe maar niet, hè. Uh, en dan... Also, vier, dus de, 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 de Pilaren, noemen ze. De mannen die elke dag daar zorgen voor de omzet van het café. Dus om vijf uur of vier uur smiddag zijn ze er al op toptreden in zo'n acht uur, die zijn al ladder zat. Ja, ja, ja. Dan zo, homo. Homo. Hé, hey, Ik heb ook een grap. Dat, dat was in het begin zo. Hè. Maar ja, wat, wat krijg je? Je krijgt een, 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 een dikker vel. Hè. Dus, dus, en, en, en ik denk dat je dat nodig hebt, ergens ook om de relatie. Relativiteit van je beroep te zien. want De ene dag sta je dus voor duizend man. Op uh, 500 heb je een fantastisch applaus. En het keeps you down. Hè, als je zo dan weer. dus je, allee, ik, ik heb Hummel's Comedy Cup gewonnen. Dan, dan, uh, interview, uh, pers en dit en dat. De volgende dag sta ik dan in een café. Dat was tien man. Dat één centimeter gesneeuwd. Uh, en niemand weet wie dat je zei. Uh, niemand ligt er wakker van wat dat je daar komt doen. <laughs> En wat je hebt wel op tv geweest en, dit, 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 en dat is ergens wel iets heel gezond voor je, ja. voor je mindset. Omdat je anders gaat blijven zweven. Allee, ik kan goed voorstellen mensen zoals Beyoncé of die, die echt supersterren, waar dat die op komen, het is altijd super afgewerkt. En op de duur krijgen van die waanideeën in je hoofd dat je echt belangrijk bent. En, en als comedian is dat niet. Allee, je merkt, er is altijd een optreden. Dat je merkt van, eigenlijk liet hier niemand wakker van. <laughs> eigenlijk besta ik gewoon niet. Ik moet gewoon zorgen dat de mensen een uurtje lachen. Hè. Dat is mijn stijl. Uh, en dat is wel ergens het goede eraan. Maar ik geloof wel heel sterk dat je die fase nodig hebt als comedian om dat, dat veld te kweken. Ik geloof niet dat je kan try-outen of je stijl leren in kleine zalen van, van theaters. Of in, snap je? Dus de grote zaal, de kleine, de veronderd man. En dat, dat daar de stijl geleerd wordt. Ik, ik, ik denk dat nou ja, dat... een, een deel leer je daar wel. want je, je leert hoe je speelt in zo'n grote zaal voor zo'n groot ja. publiek. Maar omgaan met opeens een camera in je gezicht. Ja, ja dat, dat leer je toch een stuk sneller als ja. je voor die vier man die aan het oog zit. Of, of ja, in een, inderdaad. En dan een leefhuis je... waar iedereen denkt: oké, okay, maar wanneer stop je? Want er is dadelijk een gratis vat. Ja, inderdaad. Of, uh... ah, de Serbufet is er al. Ta <laughs> Met muziek bij zo. Ah, nu nog niet, jongens. De comedian is nog bezig. Ja, het is. Uh, maar ik, ik geloof sterk dat je dat nodig hebt. Ook voor je, je mentale gezondheid te weten: van, eigenlijk is het allemaal niet zo bijzonder wat ik doe. En, en, uh, en je kan tegen een stootje. En, en, uh, en het geeft ook wel genoegdoening dat als je uit dat cir excuseer, circuit komt en je staat dan in een, in een grote zaal, heb je het gevoel dat je echt iets bereikt hebt. Mm. <laughs> dat, 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 dat is goed voor. Uh, terwijl als je van de eerste keer, uh, allee, stel dat je een bekend tv-figuur bent en je, en je begint van nul, maar je bent gewoon leuk op tv en, en je hebt direct grote zalen. Ik, ik merk dat die mens niet dat, uh, omdat ik in de sector zit, ik merk als ik zo iemand zie, die zaalshow is niet gemaakt door iemand die ellende gekend heeft. En die, allee, nee, het bv gaat de bekendheid weg en... It's, nee, ja, ik heb, uh, zonder that, namen te noemen, maar uh, in Nederland iemand gezien die, die al een enorme carrière heeft en heel bekend is en die ging het theater yep. in en die deed een try-out en dat, dat werkte niet. Nee. Die uh, eindigde en ook zei, ja, maar fuck jullie man, ik ben beroemd en jullie niet. Ja, come on, man. <laughs> <laughs> dat is toch, oh. Ja, sorry, maar het is, het is nog steeds hier een comedyavond. Dus als je wil dat die mensen lachen, zou ja, je toch echt gewoon. Het, het is een stil, hè? Het grappen is een vak te breken. Dat je moet breken. Ja. ja, dat vind ik. En, en je leert het vak door. Dat is zoals een start-up is, is in een garage eerst, hè? bij papa of mama, of in je in appartement, in de kelder of zo. Dat is een start-up. En. Comedy is hetzelfde, dus, dus dat, dat begint in een, in een keldercafé of, of ergens in slechte omstandigheden en, en zo groeit dat eruit. Hè? En wat daar overleeft, overleeft ook in een grote zaal. Hè? Ja. En dat mo moet het niet hebben van een externe bekendheid of dat ergens anders gecreëerd is. Hè? En dat vind ik wel, wel cool. Uh, ja, ik, ik vind dat, En daar leer je echt een stil en... en en je leert daar ook van, want dan krijg je iets van: uh, ja, het was een slecht publiek. Het was, nee, 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 nee. Je moet eerst voor dat publiek kunnen scoren. Ja. En als ze je daar touwen, dan gaan ze weer ergens anders ook. Nou ah ja, natuurlijk, en, 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 je kan een zaal treffen die de of al helemaal suf geluld is door alle spiegels van tevoren, of door een zaal die door samenstelling gewoon. Ja, maar dan, dan heb je dus ook geleerd hoe je daar ja. ...moet aanpassen of iets anders moet doen. Of in het ergste geval te zeggen... ...hebben jullie drie ballen liggen? In ja, ja <laughs> of ik, ik doe hier mijn uren... ...en dan is het gewoon een open repetitie. Dat ik ja. doe, dan, uh, <laughs> dan doe ik het zo. Je uh, ik hebt ik heb 60 minuten gevraagd. Ik heb het gedaan. Voilà. Ja. Dus, uh... je, je, je zei... ...die, die start-up begint in, in een garage... ...en met comedy begin je op slechte plekken. Wat is de, de, de slechtste... ...of de raarste plek die jij uit je hele carrière... ...kan herinneren waar je ooit gespeeld hebt? Ik heb er zoveel... Maar spontaan kwam, omdat, omdat ik dacht dat we gingen hier dat interview doen vandaag. Ik heb ooit eens een verschrikkelijk slechte plek gehad in Nederland. Dat was een of andere, ze noemen dat Herenclub, bij ons is dat Rotary of zo. Die, die, dus ja, de serviceclub. Service club. Ja. En die had een heel grote zaal en ze deden dat elk jaar. Elke man moest in smoking zijn. En ze hadden mij gezegd: ja, doen 20 minuutjes of zo, dat is wel leuk, of een half uurtje en te gaan nog entertainers zijn. En al die mannen waren ladderzat. Maar ladderzat. Rechtstaand, bediening van bier, gratis bier, heel de avond. En ze hadden het lumineuze idee gehad van de presentatrice was dan een ex-topmodel of zo'n ex mis Nederland. Dan hadden ze zo'n act met uh, violisten uit Rusland in bikini die daar stonden ze van die babes oh, dus het was zo één babe avond na de andere dus denk dat die babes opkwamen die prins dat is allemaal babes allemaal al al babes en dan kwam Arendt van den Mossen die mannen waren al ladder zat dus ja, moet je weten, er was 500 man aanwezig. Of zo. Allemaal straalbezopen, rechtstaan. En die. Zo, ik hoor zo. Gewoon, sorry. Één grote galm in die zaal van lawaai dat gemaakt wordt. En zo, je ziet twee tafels die, die een beetje lachen. En de rest kan mij gewoon niet horen. Dus die, 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 die speakers staan niet luid genoeg om daarover te geraken. En dan dacht ik van, wat sta ik hier in godsnaam te doen, joh. Ja. En dan kom je van het podium, nou ja, leuk, dat was echt goed. zo'n zo goede hekte. Zo. zo. Maar, maar ook even, wat, wat gebeurt er bij jou? Want je komt hier aanrijden met je flip-over ja. <laughs> en, en je kostuum. En, een kostuum ja. en, en, en je ziet deze setting. Ja. En dan denk je, oké, okay, ik moet hier dadelijk... Ik moet hier dadelijk en dan ga ik naar mijn kleedruimte... En probeer je het daar wel leuk te maken met andere artiesten. <laughs> en dan weet ik, ja, ik ga twintig minuten in de hel en ik doe twintig <laughs> minuten en weg. Allee, ik kan die, die switch wel maken. Uh, en dan een ander verschrikkelijk optreden, dat, ik, uh, dat was voor een serviceclub ook, op een restaurant. En dan uh, begint de voorzitter met de speech, ja, uh, toch even een voortje Allee, onze penningmeester is gisteren na een slopende ziekte van een jaar... Overleden. Alej is altijd een trouw lid geweest. Daarom één minuut stilte voor Alej. Dank u. Uh, we hebben toch besloten: het leven gaat verder. Dus we dachten: gaan we Arnoud vragen of niet? We hebben hem toch gevraagd. Arnoud, het is aan jou. <laughs> zo, en, in, en dan zien we een paar vrouwen. Alej was toch een mooi man. Zo'n lieve man nooit gezien. Ja, wie heeft een relatie van jullie? Wie is er single? Wie... Ik weet, weet dat er geen het... iemand single is. Ja, maar... <laughs> oh, verschrikkelijk. Oh, mensenlief. <laughs> dat was zo erg. Of, of uh, ja, diep is die organisatorische dingen dat ze... In België doen ze nog altijd veel in tenten, pensenkermissen, als je dat woord kent. Dus dat zijn... Ik ken het maar omschrijven Ja, wat het is. dus dat zijn, dat zijn kermissen in een dorp. En typisch zetten ze dan een of andere feestent. Dat is zo'n rechthoekig, lang witte tent met houten stoelen in, um, houten banken uh, en tafels. En dan, dat staat dan op gras. Uh, en alles kraakt, de plankenvloer kraakt, daar is een bar in en daar doen ze dan muziekoptredens in. Of misschien Sinterklaas komt daar en ook comedy. En daar hadden ze het idee gehad om. <laughs> de, de, er was één bar, dat was in de tent en was voor het podium. Dus ze hadden het podium gezet, 20 meter vrije ruimte om naar de bar te kunnen gaan en dan stoelen. Dus het optreden was al gratis, de comedy. Dus je had mensen die al oh. in de zaal zaten. Ja. En dus, dan heb je mensen die dus de hele tijd bier bestellen voor het optreden. En was dat pintje voor u? Of uh, hoe gaan Cola? Oh, We hebben toch geen cola drinker? Uh, pintjes is dus de hele tijd van dat. Ah, met bolletjes is het. Wacht, ik ga bolletjes hebben. Ze moeten bolletjes hebben. Zo, maar dat is zo'n vijftig man dat van die staat te doen voor u. Daar heb ik echt gestopt met optreden. Ik zeg, jongens, het heeft geen zin dat ik hier verder doe. Ja, en dan het management, we hebben klacht gekregen van de organisator dat je twintig minuten niet hebt gedaan. Er waren mensen aan het luisteren. Ik zeg, ja, die heb ik toch niet gezien, zo. Dat er mensen... ja, dat was... Maar wie bedenkt dit ook? Dat... Ja, maar dat is... In het begin waren, hebben ze nog comedy gezet op muziekfestivals en had je die, die, uh, die muziekbands die kwamen en, en, en comedy was zo het opvulsel hè, tijdens de soundcheck of de pauze. Dat was zo... Een, uh, men zag dan niet als iets serieus. Hè. En ze denken ze hebben echt de illusie van... Ja, de comedian kan alles wel uh, dichtrijden. En, en, uh, ja. Dat is toch plezanter gebeuren Die kan erop reageren. Ja, maar... Dat is, ik, uh, ja, of zoiets heel irritant uh, Dat zijn kinderen. Op optreden. <laughs> maar uh, er zijn twee dingen. Een koffiemachine. <laughs> ja. De, dat geluidje. Daar raak je niet over. En als ze zo... De, en dat gaat overal door. Dat is ja. heel raar. Ja. Dat is zo één bepaalde toon, dat is die Expresso of wat is het, of kinderen. Zo van, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk, mama. Ah. Ja, maar ga, naar, ga, ga buiten spelen. Dan zijn er twee kinderen buiten. We vinden de deur niet, mama. Ah, kom naar hier. <laughs> oh, de, ik, ik snap het nog altijd niet dat mensen kinderen meepakken naar een, een comedy optreden. Of een baby. <coughs> Je kunt als mens niet op tegen een baby die zo begint. <kijkt> Heel die zaal, kijk, oh, het is een baby aan het huilen. Je kunt gewoon geen aandacht erbij houden, oh, dat, dat is onmogelijk. Uh, af en toe heb ik er nog zo. en, en ja, Ik heb er nu nog vorige maand een zo gehad. Dat ik zeg maar wat, wat toen... En die kinderen waren fans van mij, dat was toch terecht? <laughs> Ah, want die kenden ah, mij mijn act van buiten, van de ideale klanten. Van... Oh, wat goed. Ja, echt, zo echt zes jaar of zo, van het eerste tot tweede studiejaar. En die, die, die kennen mijn act. Wauw. Ja. Maar dat is ook raar, dat je dus... aan de ene kant denkt, ik wil dat jullie buiten gaan, want ze zijn ook groot fan. Maar dat is het. Oh, de, de, ja, maar normaal gezien is het de kinderen niet toegelaten. Hè? dus. Uh... Wie was het uh, die iemand buiten gezet had? Mijn reden. Het, het probleem is ja, het je in het in Antwerpen. Ja, met een vrouw ja. met een kind van drie. Ja, dat, dat, dat is, ik snap het niet waarom dat mensen dat doen. En, en hebben ze geen baby Ja, dan, dan is het zo. Hè, maar ja, maar, maar uh, slecht optreden. Ik heb veel slechte backstages al gehad. Uh, zo tussen frietketels. En hoe mooier de zaal, hoe mooier het event, hoe slechter de backstage. En, en want jij, jij hebt ook wel, volgens mij wel in Nederland gespeeld. Ja. Wat, wat is jouw ervaring met het verschil tussen Vlaanderen en Nederland? En dan Wie, zeker als je het hebt over de backstage of de of ontvangst. Wil je dat weten? Ja. ja. Oh. Je hebt al Vlamingen in je podcast gehad. Maar er is het eerste: het eten. <laughs> als we het daarover mogen hebben. Um. Ja, in de rijder sta, uh, dat ik, ja, graag iets licht eten of zo. En in België is dat nooit een probleem. En mensen zakken door de grond van schaamte als ze geen eten hebben in België. Van, oh, we hebben had vis gevraagd, maar ja, het is, we hebben het niet gezien. Het is spaghetti is het ook goed. En we hebben hier uh, witte wijn, rode wijn, uh, roze. Ah, hebben we niet. Oh, yeah, shit. Uh, Moet ik hier uh, mijn vriend nog naar de winkel sturen? Achter... Nee, laat maar, laat maar. In Nederland is dat. Uh, ik heb nog nooit eten gekregen van mijn baas. Waarom zou jij het krijgen? <laughs> Oké. Okay, uh. Echt. En wat dat zo raar is, dat, zeker in een cultureel centrum, daar komt altijd de directeur in maatpak Goeie dag zeggen. Um, um, uh, begeleid door vijf vrijwilligers die daar ook iets komen doen, maar ik ben daar dan alleen. En dat, als je nog iets nodig hebt, zeg het maar. Uh, maar ik heb al een theetje. En als je iets nodig hebt, zeg het maar. Ja. Ik heb alles wat ik moet hebben. Ja, maar en dan blijven ze zo staan. Moet je echt niks hebben? Nee, ik moet niks hebben. Staan er zo vijf vrijwilligers op u te kijken? Van, wat wil je nou eigenlijk doen? Niks gewoon. Nee, ik, ik ben goed. Nee, dan zijn die mensen gekomen voor niks. En dan zegt die, uh, die, die directeur van de zaal: zo, uh, van Welkom dat je hier bent. Zo heel formeel. En dan uh, um, heb je je bonnetje al gekregen. <laughs> Dat is zo'n verschil. In Vlaanderen, als je gaat spelen, die frigo staat vol. Ja. Met bier, cola, cola zero, Pepsi als het moet... Uh, alle soorten wijn, uh, trappistbier. Ik wil zeggen, want bier is niet alleen gewoon een paar flesjes speels. Nee, dat, dat, is, dat zijn trappisten, dat zijn dubbels en het is het lokale Ja, uh, ja Dan zeg je, ze, je moet toch lokaal het biertje een keer geproefd hebben. Ja. He, <laughs> dat, het gaat lekker zijn. He. En is het genoeg? Je he, hebt alles wat je wilt. In Nederland is die frigo leeg of er staat één flesje in. <laughs> Echt één flesje met een glas ernaast en een opener. En uh, dat is het. <laughs> En dan denk je van, oké... Okay, uh, en ik heb ooit discussie gehad met iemand... Ja, want ik heb, uh, ik heb drank nodig op het podium. Bij mij is dat gewoon een glas uh, sparoot of spuitwater. Um, en... en uh, bruisend water, moet ik zeggen. <laughs> ja, sparoot, zeggen jullie. Wij zeggen spuitwater. En uh, ja, ik had één bonnetje. En ik vroeg, uh, kan ik een glas water hebben op het podium? En dan vroegen ze, heb jij dat bonnetje al gebruikt? Zeg... Het bolletje is eigenlijk bedoeld voor na het optreden, dan een, een drankje te gebruiken. Dat is wat het, het meisje mij moest zeggen. Dat meisje heeft helaas niets te vertellen. Dus ik vraag van: mag ik dat dan vooraf nu al uitschenken en op het podium zetten? Dus ze heeft er de grote baas bij moeten halen, zijn die daar een kwartier over aan het praten. De dus als je iemand in maatpak echt, oh. met een meisje in, in uh, uh, kostuum discussiëren over één fucking glas water. En dan denk je van, maar hoe zielig kan het zijn? En, de, en dan uiteindelijk heb ik het gekregen met de opmerking: nadien krijg je geen drankje meer. <laughs> en dan en zie je zo die Hollanders rond u. Nou, wat is hier gezellig, hè? gezellig? En bij ons die gezelligheid die is weg. Dat is gewoon weggezelligheid. Als je zoiets, wij, dat gaat er bij de Vlaming niet in. Oh, en, en, ik vind het vooral zo ongelooflijk dat. Ik snap als je nou elke, da elke dag weet je, een Russisch Kozakkenkoor hebt met ja. 50 man die ik die, die vodka eisen. En dat je dan op een gegeven drinken. moment, en ik, ik weet ja. ook een paar comedians waarvan ik goed kan bedenken dat je die beter drie bonnetjes geeft dan dat je zegt: pak maar ja. bier. Maar ook dat, dat, dat twee mensen een kwartier gaan discussiëren. Zo. Reken er ja. nou even uit wat dit gekost heeft, dan vraag. had je gewoon een heel krat bier kunnen ja, geven. En dat, dat is mijn ding ook. Dus een sixpack, anderhalve liter flessen bruiswater. En dan was je nog steeds goedkoper uit geweest. Ja. Of, of zo echt Hollandse manieren. Uh, dus die directeur zegt: mogen we je uitnodigen uh, om een hapje te eten in het restaurant. <laughs> en dan als onnozele Vlaming denk je van, oh, ik ben uitgenodigd. <laughs> een maand nadien 50 euro alstublieft. En dan, dus na de maaltijd komt hij van even te smaakt. was het lekker, en moet ik iets betalen? Nee, alles, het is geregeld. Het is gewoon van uh, je ga zelf Het is geregeld, is ja. ah. het is geregeld. Het is, maar het is als je bij ons iemand... Het is geregeld, uitnood... Je hebt het zelf betaald. Ja, het is geregeld met je management. Oké, okay, ja, dat, dat is goed. We hebben het geregeld. Maar, ah, maar is het dan betaald of niet? Geregeld, ja, het is gewoon factureerd. Hè. Nou, ja. <laughs> En vaak gaan nu mijn vriendin mee, ze doet dat graag. En in België is dat nooit het probleem. Dat we, zeggen, we zijn wel met twee... Oh, dan doen we een beetje meer sushi. Hè, dan in plaats van... Uh, we hebben toch op twee mensen geregeld, gerekend. Of uh, dan doen we een spaghetti erbij of een eitje. Ja, heb, uh, lekker gezellig. En dat is gezelligheid voor ons eten. Maar, uh, of... Uh, het moet allemaal zo betaald worden. <laughs> Ik ben een superklein theater geweest. En daar hadden ze een karaf, dus een kan met water... Ik heb daar twee dagen gespeeld. En dan krijg ik te horen... Uh, heb je van het water gedronken? En ik met mijn hoor ja, ja, juist, ik heb daar iets, uh, ik heb iets van gedronken. 10 euro. Ah. Ah. <laughs> Voor een, kraantjes water, hè? Ah, Dat was 5 euro per dag, want ik had ervan gedronken. Want ik had... Ah, zo... Mm. En, daar gaat het, de gezelligheid. Het, 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 het vervelende is... Dat er is een stem in mijn hoofd die zegt. "Nou, dat, dat kan niet. Dat is gelul. En de andere kant zegt. Ja, maar ik, ik weet dat het waar is. Ja, maar ik, ik heb gemerkt dat er... Want ik r weet ook dat de, de bloemen die je af en toe na afloop krijgt, die gewoon teruggeven. van de factuur worden gehaald. Of teruggeven. Of terug, ja. Dat heb ik ook nog gaan teruggeven. Het rare is dat wel. Uh, er zijn regio's. Als je zo het zuiden van Nederland neemt, Zeeland, dat ja. zijn zo de reserve België, daar heb je dat niet. Dat, dat de. Daar ben ik nog geweest uh, met mijn camper vroeger uh, en met de kinderen mee. En dan uh, kregen zij ook eten. En dan had uh, de eigenaar nog eten, ook nog eten gemaakt, een snoepje gegeven en zo. En, en daar kon ik binnen en dat was van, wat wil je? En zo, uh, ja. neem maar bier. Uh, in Limburg heb je dat ook nog zo en Zuid-Brabant zo. Maar een keer dat je zo richting Rotterdam, Amsterdam, Utrecht... Is het, is het afgemeten? Of zo van die dingen van... Uh, ik moet laden en lossen. En dan, uh, ik heb wat spullen mee, niet zoveel, maar net genoeg. En dan komt er t -t 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 iemand op mij van uh, Heb je een parkeerkaart? Nee, moest ik daar Ja, moest een parkeerkaart aanvragen. Je mag hier niet staan. Dus ik zeg: ja, Ik moet hier wel optreden en uitladen. Ja, je mag hier niet staan. En die parking is leeg, hè? er is niemand. <laughs> maar ik had het papier niet ingevuld de twee weken vooraf. De procedure is twee weken vooraf aanvragen. Ja. En dan denk je van, hier voel ik me echt niet welkom gewoon. En uh, ik heb mijn wagen moeten verzetten, zo 500 meter verder. En, en dan stappen door de regen. of zo, oh, Dat was zo'n een, een poepstiek evenement. Maar echt, ik denk dat Rutte kwam spreken zelfs. Dus ja? Rutte kwam spreken. Uh, 500 man aanwezig. En ik moest daar ook zo mijn 20 minuutjes doen. En uh, er was buffet. Maar niet voor de artiesten. Dus ik heb dus naar een. In de regen en wind. Uit het theater moeten stappen. Uh, naar een Albert Heijn lopen. Zo'n klaargemaakte maaltijd gaan halen. Zoiets van vijf euro. Zo'n gehakt bal met uh, ik weet niet wat. Teruggestapt in de regen en wind. <laughs> Dan moest ik ergens dat opgewarmd krijgen. Bestek. Alleen je moet weten. Dus dat, dat, dat evenement heeft duizenden euro's gekost. Hè? Dat al. Maar, en, en ik wilde zeggen. Met hoe groot jij nu bent. Jij komt er ook niet voor een boekenbond spelen. Dus nee. op de totale kosten die ze aan jou kwijt zijn... Nee. Dat eten erbij maakt niks nee, ja, uit. Maar voor mij is het niet zo belangrijk om dat eten te krijgen. Soms heb ik gewoon mijn brooddoos mee. En als ik dan weet dat er geen eten is, oké. Okay. Uh, maar het, het maakt gewoon het gezelliger. Precies. Nou ja, het, en het, het feit dat ik door ja. die regen moet stappen en dan op het podium gaan... En dat ik daar alleen zit backstage... En dat ik zit te knoeien met een microgolf. Dat, dat zijn van die industriële horeca-dingen. Ja, ja, ja. Dat is niet zoals een, een, een simpele Philips waar je aan draait. En, en, en je zit dat dan uit te zoeken. Niemand bereikbaar, want iedereen is met het event bezig. En dan uh, uiteindelijk hebben we toch een halve minuut kunnen op opwarmen. Je hebt dus een koude gehaktbal en een halve lauwe puree. En dan denk je van, mensen, alsjeblieft. Ma maak het is zorg dat ik zin heb om hier iets te doen. Ja, maar dat vooral. Dat, en dat vind ik altijd het leuke in Vlaanderen, dat er dus juist een volle koelkast is en eten. En, nog, en is ja. het echt goed genoeg? En, en, of wil je anders, anders streken? En je meer? hebt gewoon zin om iets te doen. Ja, je wil iets terugdoen. Het, vooraf is het al gezellig. Ja. Ik, nou, ik heb het is, zin al, in. Het is ik al gezellig en je wil iets terugdoen. Je hebt het gevoel van, ze hebben me iets gegeven en ja. ik geef nog extra terug. Ja, ja, ja. En dat gevoel heb ik nooit in Nederland. <laughs> en en uh, het publiek, ja, soms is dat een beetje brutaal. Uh, niet overal, maar um, zo die typische dingen... Um, die, die streken waar dat ze iets wat meer de Hollander zijn uh, maar zo al, en het raar, in Friesland heb je dat weer niet dat is heel raar, dan, daar ben ik dan weer super ontvangen in Friesland, maar dat is dan vijf uur rijen voor mij dat, ja. en uh, die zijn dan weer heel cooler, zo. dus eens Zwolle voorbij is het ook zo weer ja, je hebt, uh, Amsterdam is heel ver voor ons uh, je hebt ook in, in Maastricht zo, ja, je hebt Amsterdam Rotterdam, maar pff, hier uh, wij, wij regelen het wel onder ons zo. Uh. Dat zijn de regeltjes voor Nederland. Wij doen het anders. <laughs> dat is. Dat is uh, ja. Maar, uh, maar. Ik heb ook al superleuke optredens gehad. Hè. Ik heb ooit in, in Rotterdam ergens in een café-theater geweest. En dat zat vol met Surinamers. En, en ze hebben mij achteraf verteld dat ze uh, is laat yeah. specifiek in die regio opnemen. Omdat de mensen daar zo uitbundig zijn. Ja. En dat was zo geweldig. Ik, heb dus, ik had dus. 20 slides, 20 van die dingen. Ik ben er op, ik heb daar een half uur gestaan. Ik heb er twee kunnen doen. Die kwam mij een hand, tijdens het optreden, een hand geven op het podium echt op oh, Dat ging over vrouw-man relaties en en die lagen onder tafel van het lachen die mensen. En die konden gewoon niet meer. En ik kwam echt feliciteren tijdens dat ik bezig die, die zijn dit hebben we nog nooit meegemaakt. En dus ik ben echt gewoon in, in, ik kon gewoon normaal gezien doe ik dat zo deadpan dry zo die gewoon niet meer. Die mensen die <laughs> bleven maar meewerken. En dat was zo leuk, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, wat en, gek. En, en blijkbaar, ruim al als dat nog bestaat, werd daar altijd opgenomen, omdat... Dat is een regio ergens in Rotterdam. Ja. En nou ja, het, het bestaat niet meer, maar het werd inderdaad... Uh, ja. Uh, ja, ik, ik weet niet precies welke studio, maar ik weet ook wel, bijvoorbeeld in Nighttown, poppodium daar. Ja. Uh, en, volgens mij later op een andere plek. Maar er werd de Comedy Factory ook uh, opgenomen ja. met allemaal uh, comedians. Ja, en dat was geweldig gewoon. Dat. En vooral ook die uitbundige, losse sfeer. Dat ze, <laughs> Allee, ik sprak daar die cameraman die plots voor mij stond. Die mensen kwamen op het podium, maar ze kwamen echt aan handjes schudden. Zo, <laughs> zo goed ja, dat, dat je, dat je is, doet. Dat is ook al een heel verschil, of het iemand met een camera is die ja. denkt... Ik, mijn beelden zijn belangrijker dan alles. Ja. Of mensen die gewoon oprecht het heel tof vinden. en zei: Dit was te gek. Ja, dat is een hele andere sfeer. Ja, absoluut, absoluut. Dat, ja, het enige wat ik soms heb is dat ze denken: van ja, het staat daar een, een domme Belg op het podium. Ik ga slimmer zijn dan de Belg of leuker zijn dan de Belg. Daar heb je soms zo, maar dat komt niet veel voor. En, 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 en weet, je, weet je nog specifieke voorvallen daarmee? Of wat mensen dan doen of zeggen? Ja, dat ik vraag zo van. Uh, dat ze echt recht staan en, en, uh, en zoiets iets beginnen te zeggen tegen mij. Van, uh, van uh, je hoort, allez, ik heb zo'n dwaas grapje van, uh, uh, kan je mij horen dat ik Belg ben of zoiets? Ja, aan je puntzak. Oh. En, ja, en dan proberen ze zo grappiger te zijn. En, de, en die ene kerel, vaak zijn dat mannen die zo de hele tijd van die domme opmerkingen maken. En zelfs recht staan en, en de aandacht naar hun willen trekken. Um, heb ik soms... En soms is het heel raar dat ze mij niet verstaan. En dat is iets, iets moeilijk voor mij. Ik denk dat ik redelijk goed praat, verstaanbaar. Maar er zijn blijkbaar regio's. En, en het is een iets oudere laag van de bevolking. die blijkbaar echt niet gewoon zijn van het Vlaamse accent te horen. En ja, ik kan ook niet te aardig en, en netjes Nederlands praten. want dan is wat de charme ook weg. Of de... Ja, en het, ja, het is ook hoe je spreekt. Ja. ja. En een comedian moet authentiek zijn, want als hij gemaakt is, dan valt er heel wat weg en komt het niet meer over. Zo. En hoe, hoe heb jij dat, uh, want je, je had het over verschillen in Nederland die je ervaart, dus bijvoorbeeld uh, de, de provincies aan de rand ja. van België of Friesland of juist de Randstad. Heb jij zelf regio's binnen, binnen Vlaanderen waar je de verschillen merkt? Bijvoorbeeld West-Vlaanderen? Ja, ja maar er zijn culturele verschillen binnen, binnen Vlaanderen. West-Vlaanderen is uh, zo een, een vrij gesloten, iets stugger. Maar na drie biertjes, na drie pintjes is het oké. Okay. Dus, uh, ja. En als u kennen, dan is het ook oké. Okay. Maar ze zijn altijd zo iets stugger in het begin. Maar eens dat de poorten opengegaan zijn. Ga echt, ik heb zo een paar goede optredens gedaan voor uh, Rotary Clubs. En plots was ik er vijftig. Dat is zo in één keer wacht. Maar dat blijft gesloten. En, en zo, een typische opmerking daar is van, je zit niet van hier. Dus, je bent niet van hier. Ja. En is, van waar zie je hier? Ze, ze willen altijd weten, van waar ben je? Ben je van onder de kerk door? Dat zit er zo nog een klein beetje in. Maar eens dat je door bepaalde gatekeepers geraakt bent, gaan alle deuren open. En dat is heel bijzonder. Ja. En, en, maar het is ook superpubliek altijd. En, en, maar ik merk, als ik, zeker mijn een bedrijfsevent, of dat ze gedronken hebben of niet. Uh, dus bij, bij een publiek optreden is dat minder, omdat ze hebben een kaartje gekocht om te lachen, dus ze, in principe gaan ze wel lachen. Ja. Uh, en wat ik vroeger ook wel heel veel had... Wat trouwens ook al, vind ik, een verschil is met Neder Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen vind ik veel meer dat uitgangspunt, mensen zeggen, we hebben een kaartje gekocht, we gaan lachen, we gaan lachen. En in Holland kopen mensen een kaartje. En zeker als ze je niet kennen. denk je, ja, ik heb een kaartje gekocht. We maar gaan bewijs maar eens... Ja, we gaan scannen ...dat eerst. je mij aan het lachen <laughs> ja, kan krijgen. Ja, inderdaad. Zo, je, nog, je bent toch hier gekomen? Ja, ja zo is het. Zo is het ja. Dat gevoel heb ik een beetje in Antwerpen. Dat? Zo van ja, In Antwerpen is het altijd beter. Hè. De Antwerpenaar is het altijd... Dus, uh, we zijn nu comedy comedian toe, maar straks gaan we iets anders doen dan, dat plezanter is. <laughs> ja, zo, <laughs> zo dat gevoel als Oost-Vlaming heb je zo'n beetje. De rest is parking. Ja, zo ja, ja. Dus, het is altijd beter daar. En, um, en dan heb je Limburg. En Limburg zijn de liefste mensen van allemaal. Heel cozy, heel familiaal. Beetje gesloten ook zo. Uh, heel rustig in de natuur. Beetje trager allemaal. En die hebben, dat heb ik gemerkt, die hebben soms echt moeite op de tonen. Zeker op zo'n bedrijfsevent dat ze het leuk vinden. En dan sta je daar gewoon te sterven op het podium. Zie iedereen zo kijken dat ze van de buur mag niet zien dat ik lach of de boekhouder mag niet of de boekhouder dus niet lachen want zijn twee belangrijkste klanten zijn er en dan na het optreden komen ze bij mij met, samen uh, als stelletje dus koppel zo het was heel goed bedankt het was heel goed bedankt en dan krijg ik drie boekingen daaruit dat ik denk van alle, maar dit kan toch niet het was een keislicht optreden hoe kan dat nu En... Ja, ik moet wel zeggen, in, als ik een, een, een publiek optreden doe in een zaal of wat, mm -hmm. is dat anders. Want dan zitten ze in de setting van ja. we komen lachen. Maar als ze uit hun normale setting zijn, dan is ze zo heel onwennig. Ja, en, maar, en, en bij een gewoon optreden heb je dus ook niet de sociale context met Oewe, collega's zitten erbij. Of... Ja. En, maar je krijgt het beste eten in Limburg, de, de beste taart, de beste, alles. Is, je bent ontvangen zoals een koning ja, altijd, ja, ja. super gezellig altijd. Maar soms denk je van, maar hier zijn ze, zijn ze echt wel heel stug. En dan, komen ze, dan komt de organisator ja, nog nooit zo goed optreden. Gehad. Je hebt ze hebben allemaal meegehad. Het, het was echt goed. Ze maar Meen je dat nu? Ik heb de vloeroren kraken onder mijn, onder mijn voeten. Ik heb alles gehoord in de zaal. Normaal moeten ze lachen daar en daar. Nee, 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 de reacties waren uitermate goed. Dat is echt, in Limburg. Ja, ik had nog iets. Maar ik zal er wel op komen van. Ja, van de... Vol, volgens mij. We, we, we hadden elkaar aan de telefoon om dit af te spreken. En volgens mij hebben we het toen ook over benefieten gehad. dat weet ik niet zeker. Um, Want dat is ook een bijzondere categorie optredens. Ja, ik, ik doe die minder en minder. Uh, het, is, het is één dat ik herinner dat mij wel iets deed. En, dat was, en mijn dochter stottert. En, en er is een VZ, dus een stichting die dat mensen ondersteunt. En daar hadden ze mensen die stotteren mijn act laten spelen. En dat was echt wel. En dat werkte. Dat was zoiets fucking wat goed. Hell, jongen, wat is is Dus er waren mensen die, die zwaar stotterden of zo, varianten erop. En dat had ik zoiets van, ja, dat vind ik wel echt straf. Want dat, en, en, uh, en toen had ik ook wel het idee van, als het... Als die mensen het kunnen, hadden we Frans talen genoeg. <laughs> <laughs> moet wel iets intrinsiek goed zijn aan die act, dat dat ook lukt. <laughs> uh, zijn, we, zijn we nog shows vergeten waarvan je zegt, oh, daar hebben we nog niet over gehad, maar dat, dat moet ik. Ja, ik heb nu toevallig <laughs> nog eentje gehad. In, in Polen, dat was een Vlaming. Uh, en, een optreden in het Engels werkt ook niet goed als van de 200 mensen slechts 50 Engels praten. <laughs> Dat werkt niet goed. Jo. Ja. Waar halen ze het in hun hoofd? En dan achteraf zei die, zei die bedrijfsleider tegen mij... Ja, het zat hier een tafel Japanners en Amerikanen. Die hebben gelachen. Het is goed. Dus dat was de bedoeling. Maar je hebt zo'n 200 man dat daar gewoon zit van. En die waren, dat waren ronde tafels. Dus de helft van het publiek zit gewoon met de rug oh, naar Oh, maar jou. dat is ook al een ramp. Ja. En wat dan leuk is, is dat je dezelfde shit ziet in het buitenland als hier. Dus daar hadden ze ook een BP gevraagd. Een bekende Pool. <laughs> De, de winnaar van Polen Got Talent, een muzikant. Oh, echt? Ja, ik dezelfde shit. En een comedian. En dan had ze ook een, een of andere chef gevraagd, die ook zo op tv geweest was. Dus heel dezelfde shit dat je hier hebt in, in bedrijfsoptredens of ja, oh, events. Ja, Echt hetzelfde scenario. Echt waar. En, en, en Polen zijn... Daar moet je geen bier in kappen, maar vodka. En dan ja. komen ze los. Een Belg zijn we emotioneel geconstipeerd. Dus ik dacht van, die reageren niet... Echt niks hè? En, zo, en, en, en achteraf kwamen er mensen, ik vond het geweldig, maar heb je gelachen? Nee, maar moeten? Dat? dat was een internationale ervaring. En die Japanners, die vonden het geweldig. En die Amerikaan zag dat hij wou lachen, maar niet durfde. Het ging ook zo vrouw-mannen en ja, ja, ja. Dat ligt daarom ook zo vreeggevoelig. Dus die wou ook zijn gelaat niet tonen. Maar de Japanners, die, Japaners, die trokken zich er niks van aan. En die Polen, eigenlijk ook niet voor hetgeen wat dat ze verstonden. En maar... wist jij voordat je ging spelen dat dat maar zo'n klein deel Engels sprak? Nee. Of was dat pas achteraf zo? Oh ja. Nee, en ik kwam daartoe, zo'n een, een chic event, zo'n nieuw gebouw gezet en, en Europese subsidies en een ambassadeur, vandaar en hier aanwezig. En uh, zo wine en dine, zeggen ze tegen ons. Dus van de luchthaven afgehaald met de taxi naar daar, hotel geregeld. Dus ik zeg: oh, dat zit in orde. Tot ik daartoe kwam. En zo, technische ploeg, zitten daar zes man zo, rond te kijken, uh, licht geluid. Uh, de, de cameraploeg moest, to, moest nog toekomen. Ik zeg: ja Soundcheck was voorzien om twaalf uur. Nee, nee, dat is niet voor u. Dat is om twee uur. Dus wat moet ik nu doen? Niet geen en dan, ja, ik heb een PowerPoint presentatie. Moet jij HDMI hebben? We hebben dat hier niet. Hè. Moet ik een klikker hebben? Ja, we zitten 100 meter van het podium. Ja, mijn klikker gaat zo ver niet. Uh, wacht, hoe gaf we dat toen die brrr, met een auto ergens naartoe. Die waren van niks op de hoogte. Die hadden, dat was een piepklein podium. Dat was een heel groot podium. En ze hadden een dansvloer gelaten, want er kwam een tango-act gecombineerd. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En daar hadden ze dan een mobiel uh, platform voor mij opgezet, van twee meter op twee, op wieltjes. Dus als ik zo deed, begon <laughs> dat te schuiven. En dan stond ik recht voor... Ja, ze hadden een tafel Belgen en een tafel ja, buitenlanders, de voornamelijk uit Azië en Amerika, of twee. En dan allemaal Polen, <laughs> personeel. En die wisten dat er gratis vodka was. <laughs> En die zo. Dat, dat, Wanneer is die vodka hier? Is. Ik was die vodka. <laughs> dus ik was het schild tussen de mensen tussen en de, 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 de gratis ja. van vodka. Maar dus daaraan zie je, <laughs> soms heb je zo super. Ik ben heel tevreden van, van, van die organisatie uiteindelijk. Ze hebben we veel kunnen oplossen en, en ter plaatse. Ja. En dat is wel raar dat een baas zegt van die acht mensen hebben gelachen, het is goed. <laughs> of de 300. <laughs> Ze spreken erover tegen mij, het was een goed optreden. Dat is zo raar. Bizar. Ja, ja, ja. Top. Cool. Dankjewel. je Dat is graag gedaan. Dat was hem, de Elektra Podcast met Arnoud van den Bossen. Meer informatie en linkjes vind je in de beschrijving van de video hieronder. Geef nog even een duim omhoog als je een leuke video vond. Abonneer als je nog geen abonnee bent. En ga naar elektrapodcast.nl als je wat kan missen om Elektra te helpen maken. En wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, eens een keertje live kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl. Oké, okay, tot de volgende Electra. Hoi!